Ik heb vandaag een tip voor super zachte handen. Wat moet je dan doen? Eerst je handen scrubben en ze daarna lekker invetten met een goede crème. En dit kun jij zelf thuis maken. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Je begint eerst met de kokosolie en dat schraap je zo uit het potje en dat doe je in het glas. En dan, omdat ik het dus in een bakje met warm water heb zitten, dan wordt dit dus lekker zacht. Dat is nou juist de bedoeling. Dus je gaat een beetje roeren. Kijk, nu is het gesmolten. Dan gaat de suiker erbij. Een paar druppeltjes pepermuntolie. En een beetje kleurstof. Dit is rood, waardoor je dus een beetje een roze scrub krijgt straks. En dan roeren. Oh, dit ruikt lekker. Een supergezellige roze scrub. Ik ga hem even uitproberen. Kijk, en dan scrub je dus al je dode huidcellen eraf. Dat is het idee van een scrub. En daarna vet je ze in met crème. En hoe je die maakt, dat ga ik je nu laten zien. Voor de handcrème heb je weer een bakje nodig met warm water en een glas met een lepeltje. En dan cacao, boter. En we hebben weer kokosolie nodig. En de pepermuntolie. En de kleurstof. En dan beginnen we weer met de kokosolie. En je hebt ongeveer evenveel kokosolie nodig als cacaoboter. En dan doe je daar een paar van deze bij. En dit moet dan weer smelten. Dus dan moet je weer even roeren en een beetje geduld hebben. En dan is die lekker gesmolten. Kijk. Dan doe je weer een beetje kleurstof erbij. Een druppeltje is genoeg. En weer een beetje pepermuntolie. En dan roer je net zo lang dat die kleurstof er goed doorheen geroerd is. En dan zet je dit potje in de koelkast. Ongeveer een minuut of 20. En dan ziet hij er zo uit. Zo. Beetje in je hand zo. Nou, als je hier geen zachte handen van krijgt, dan mag je me echt bellen. Dit is super lekker.